Dag jongens, en welkom allemaal bij deze gloednieuwe aflevering van Farm Simulator Multiplayer. Zoals jullie weten is het vandaag zondag 1 april, ofwel ook paasdag, plus 1 april voor de grappenmakers die het ook willen natuurlijk. Wat we eigenlijk vandaag gaan doen, we gaan vandaag een speciale aflevering opnemen. Stijn Brouwer heeft, ofwel de designer van mij, heeft een beetje een idee uitgebracht voor zogezegd een paaseieren zoektocht te gaan doen. Maar in plaats van baaseieren wordt het balenzoektocht. Dus wat we eigenlijk vandaag gaan doen, we gaan vandaag balen zoeken in de map Goralen. De balen kunnen overal liggen in Hans' map, dus we hebben 5 minuten tijd voor eigenlijk rond te kijken en zo. Na 5 minuten wordt er 1 tip, dacht ik, gegeven. En dan is het weer 5 minuten en dan wordt er weer een tip gegeven. De eerste persoon die als die 10 balen op de balenkar liggen heeft, die heeft gewonnen. Wat die precies wint, daar ga ik nog een keer over nadenken. Het kan zijn dat die iets van een game wint of zo. Ik weet nog niet hoe dat ik het ga flikkeren. Maar in ieder geval, jongens, we zijn vandaag hier met Pietje, Trekkenfun, Stijn natuurlijk zelf. En we hebben ook Joppe nog een keer. Pietje is donkergroen, Stijn, Trekkenfun is zwart, ik ben blauw en Joppe is lichtgroen. En Stijn zit in de vault in de money tover. Als er iemand een balenkar omkantelt of zo, mag die Stijn inroepen en komt Stijn langs voor de persoon te recht te zetten weer. Dus jongens, dat gaan we vandaag doen. Ik weet niet hoe lang dat de opname gaat zijn. Waarschijnlijk gaan jullie ook maar 1 beeld zien. Dus langs de ene kant een beetje minder. Maar ça va, kan geen kwaad op zich. Ik ga er proberen een leuke edit nog van te maken ook. En hopelijk, ja, geniet er wel van. Vergeet natuurlijk niet het blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren natuurlijk op dit kanaal. Als je dat nog niet gedaan hebt. We zijn bijna de 400, maar even denken, 60 subs. Bijna de 470 subs, zou ik maar zeggen. Dus hopelijk geniet er wel van. En als ik mij nog niet volg op Twitch, doe dat dan zeker even. Dus ik ben zoals de 50 volgers heb ik zoals bereikt al. Dus nog 3 volgers en dan heb ik de 50 volgers natuurlijk. Dus het zou super als zijn, moesten jullie daar ook op kunnen followen. En als ik nog niet abonneer zet, doe dat dan zeker eventjes. Druk ook zeker eventjes op het belletje omhoog. Of op het belletje. En dan kunnen we de. Krijgen jullie een melding als ik iets upload of stream. Dus jongens, ik kan de mensen wel DS bij gaan en dan gaan wij starten. Maar ik kan dat sowieso niet, dus ja. Wat kunnen ze sowieso niet joppen? Oké, okay, Matthias, heb jij de regels al uitgelegd? Ik heb de regels al uitgelegd, het is gewoon eigenlijk het startteken dat moet nu. Oh, wacht, nog niet doen. Mijn stuur. Wacht, nog niet. Nee, iedereen modus uit, jongens. Mijn stuur moet ons. Mag je elkaar blokkeren? Jongens. Homo. Ja, maar niet omduwen. Ik zie, ik heb het echt wel nodig, een brandblusser in die valtra, je weet maar nooit. Oké, okay, mijn stuur is. Kap me toeteren, alsjeblieft. Oké. Okay. Jongens. Homo, is geklaagd. Goed, jongens, ik zou zeggen, Stijn telt af en... Ja, bij jou, sorry, bij twee, dat twee, niet tot me toe, hè? Jongens, bij 2 mag je motor starten en bij 3 mag je weg. Ja. Ja? Oké, okay. Kap met toeteren. En bij 1, troffel. 2. 1, go. Wij zijn 3. Je trekken. Het mij! Hond! De jacht op de bal is geopend. Bom! Hier! De server is op mijn PC gehost, dus ik hoop dat ik niet te veel lag heb in de opname namelijk. Nee, ik heb toch geen evolutie erin. Ja, is maar het geld en dan denk ik dat je mee wil werken. Ja, tuurlijk, altijd hè? Ja, ga je wel. Dus elke 5 minuten ga ik een tip geven. Nee. 1500 achter me aan, wacht. Dus over ongeveer 4,5 minuten krijg ik deze tip. Alleen de balen, moeilijk verstopt of nee? Doe maar. Kunnen er aan met de valtra zo of moeten effectief uitstappen en moeten kijken, zeg maar? Bij sommigen zou je misschien uit moeten stappen om eventueel een deur te openen. Ja, anders moet hij overal de deuren al gaan openen. Allee. Ja, gaat toch niet. Dat is misschien ook slim voor nee, als ik. Dat hoort bij het zoeken, anders
Dan staan de deuren open, dat is ook niet leuk. Je moet wel een beetje. Wel een beetje uitdaging buiten. Mag je hem met de hand pakken? Kunt niet. Hij mag dan. Hé, hey, Matthias, weet je nog over het Jezuswater? Ja. Oh, kutte. Oh, het is geen Jezuswater meer. Ah nee, omdat. Door de map, oh, dit had geen water. Heel slim, Pietje. We zijn de ronde bal of vierkante bal? Vierkante bal. Hopelijk. Hé, hey, niet naar mij komen, kut. Drekkenfun, ga je wel op je taalbruik letten of ik ga je gewoon. Ik ga je gewoon verwijderen dan van de server, hè? Als ik geen taalbruik heb behouden. Er is aan de Rijn toch geen trein, hè? Nope. En dan is het goed. Ik meen het, hè? Ik heb geen zin voor hier een claim te krijgen van YouTube omdat ze te schalen continu, hè? Oh, sorry. Ja, dan krijg je het er niet. Jawel. YouTube is veel strenger geworden dan vroeger. YouTube is veel strenger geworden dan. Strobaal? Wel, die eerst wel zei. En hoeveel punten is een strobaal? 1. Strobaal is 1 punt, hooibaal is 2 punten. Oké, ik heb 1 strobaal al, lekker. En hoeveel moeten er hebben op je kar? 10 punten. Jeetje man, en je moet dat dan nog een keer hoe gaan we een stapel op je karren ook? Of ik wat? Diep je moet op je dieplaaien liggen. Je mag ook 5 keer rijden. Ze zijn ermee toch nog een steen als die brat zo. Nee, dat had je gedacht. Ik denk dat dat nu internet ligt. Okay. Dat leen je aan mijn internet. Ik heb 30 ms. Altijd. Ah, ja, ik snap het. Ja, zo okay. Struggles. Ah, 1 puntje. Ik heb ook alleen. Bah joh, mag hier niet eens in met de trekker. En lekker illegaal doen. Als ik nu aan het rijden ben, gaat er waarschijnlijk geen baal liggen. Ik zou een klein vermoeden. Zo wat overwonnen moest er hier een baal liggen, hè. Ik nu helemaal aan het rijden ben. Als slim was, zou ik hier naar de verrijker gaan rijden die nog bij de winkel staat. Wat? Hi, Stijn. Ah, oh. Ah, joh. Waar liggen die balen? Kut. Sorry. Waar liggen die balen irritant? Wat zei je? Dan die balen irritant. Heel irritant. Echt niet, man. Ja. Nou, als je ziet wat ik ben. Niet echt. Niet echt. Ik pas hier nog niet eens met de tractor. Ik heb nog niet eens één. Je hebt er al eentje dus. Ik ben bezig met een trailer. Oh, ik krijg een bladveld erin. Oh, als jij nog een baal nodig hebt, trek even net er eentje die je niet kan velten dus. Ik heb hem. Oh, jammer. Hey, dat is stom. Baal vliegt van je. Er rijden geen treinen op de map, hè? Nee. Jawel. Ja, zit wel. Hey, nog een puntje. Oké, deze zal leuk gedaan zijn. Dat lacht niet. Hier staat een Renault en hier staat een balenkar. En dan ligt eigenlijk één baal en ligt één strobaal op. Zit er een spanbang op dat ding? Nee. Ja. Moet nou je tegenstanders moet je niet helpen. Zijn we er al 5 minuten mee bezig? Jezus, ik mag mijn tegenstanders niet hebben. Och ja, ik had toch niet willen, dus het maakt mij toch niet uit. Wat zei je? Ja, ik ook niet, dus ik kan nog geen 1. Oh, ik heb er 2. Ah, ik heb er wel ondertussen 1. Heeft iemand al een rode baal?
maar ik moet zeggen, het is niet makkelijk voor tip 1 spoorlijn, maar allee, de spoorlijn gaat over de map, dus begin maar te zoeken. Waar ligt de spoorlijn überhaupt? Dan moet je later op de spoorlijn gaan rijden. Maar ik ben ook al ik ben wel bezig. Daarom juist. Offroad. Tuurlijk, altijd, hè. Ja, het is gewoon iemand bij de koeien. Nou, nee, maar kijk, weet je wat nou wel het is? Nee, laat maar net, die tip ga ik niet zeggen. Anders zijn jullie... Dat is mijn tip. Mocht je wat praten ook, hè, jongens? Allee. Wat? We mogen ook praten. Ja, ik ga stofzuigers weg, dus ik ga ook niet praten. Maar als ik hier alleen moet beginnen praten, is het een beetje... Ja, oké, maar... Ja. Maar kijk, ik wou net eigenlijk iets zeggen, maar dat is eigenlijk een best goede tip, man. Het betekent niet dat het midden op de spoorlijn ligt, hè? Het kan ook bij een station zijn, natuurlijk. Kan. Het kan ook zijn dat het... Langs het veld ligt. Ja, langs het spoor of bij de bedrijven, dat weet ik. Ik ben nu juist een bedrijf opgegaan, waar het er spijtig genoeg geen. Maar Stijn, even vragen waar ik nu ben. Ja? Aan die zijkant, aan het eind van de map, liggen er daar op die bergen soms palen? Voor, als dat zo is, is dat wel heel irritant voor te pakken. Waar jij nu rijdt, niet. Oké, okay, maar ja, het is gewoon van, je hebt daar bergen en daar zit de hoogteverschillen. Dus snap je? En daar is het heel irritant dan voor te pakken, zeg maar. Waar jij nu rijdt, niet. Sorry. Ja, dan weet ik wel waar ik al naartoe moet rijden, voor ik ben al fout aan het rijden dan. Awesome! Ik heb de map rondgereden met de spoorlijn. Ik heb maar één baan gevonden. Yay! Dan kan ik je vertellen, je hebt niet goed gekeken. Wat? Maar ik ben nog niet de map rond, hè. Je hebt niet goed gekeken. Nee! No! 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 Ja, maakt niet uit. Nee, you can't be kidding me. Nee, doe het beter. No! Holter. Stijn, can you help me? Ligt op de kant? Wat? Wij hier... zitten de balen vast, liggen op die bladen. Nee, dat kan niet, hè. Mooi zo. Je kunt wel de balen vastzetten op je trekker. Nee, Stijn, niet mijn ombeuken. Nee. Ik ga naar pieken toe. Mogen ze er gewoon los op liggen, dan doe ik dat. Ja, want ze kunnen niet vast op liggen. Je kunt wel je balen vastleggen op je balenkar. Ja, maar niet op de dieplaar. Ja, op de dieplaar? Nee, dat is sowieso niet. Maar vanaf dat het op de dieplaar is, moet je de nummer vanaf pakken. Dat is een regel, daar. Ja, dan leg ik erop, hè. En dat mag echt niet, dus. Of 5% dus. We moeten er meer dan 50% op liggen, dan is het goed. Meer dan? 50%. Die gast hier dan. Dus we mogen wel een beetje op het randje hangen. Nee, ik ben zo, ben ik eigenlijk zelf verreden aan jou. We moesten een 10 op. Oef, kan door de haagjes. Oké. Hey. Water. Dus kan u nu al zijn dat het niet gemakkelijk is. Een half minuutje, dan komt tip 2. Half minuut, dan wil ik dat ik ben. Nou, ik kan u nu al zijn dat de langere opname gaat zijn van een half uur. Dat kan ik u nu al zeggen, dat. Dat is niet zo erg. Maar we zijn nu 15 minuten bezig. 15. Dan is tip 2 er al, hè? Stijn? Wat? Tip 2. Ja, die komt er nu aan. Tip 2 is hoek van de map. Dat is nog heel uitgebreid. Tip 1 was spoorlijn, tip 2 hoek van de map. Hebben die iets met elkaar gemeen? Nee. Dat is wel handig om te weten, eigenlijk. Je moet check achter bij het bedrijf zijn. Wacht even, we moeten even naar Gameplay. Shit. Ik heb 1 baal verkocht, jongens. Ja, dat is niet handig. Maar telt die baal? Nee. Allee, kom aan. Dat meen je niet. Ik wist niet dat het daar de baal, dat ding was.
Serieus? Ik had mijn die voorlader had ik namelijk afgekoppeld en kon ik hem niet meer aankoppelen. Oh, maar dat is al gefixt. Allee. Ja, ik had het al gefixt. Eens had ik gebrand, Matthias. Ja. Ja. Dus hier ziet er ah, echt. Puntje. Ik vind het niet eerlijk. Nee. Nee. We hebben ook een tip van een hooibaal. Zijn ook iets moeilijker. Topt. Leg niet op daken. Jongens, ik. Nee, het ligt niet op daken. Het moet met een voorlader. Het ligt allemaal op de grond. Ik heb een troebel. Maar ik blijf hangen op mijn tip. En dat is spoorlijn. Ik. Ja. Nou, welke spoorlijn? Voor heb je twee spoorlijnen? Allee, waar ik nu zit, komen er twee spoorlijnen samen. Oh, de bovenste spoorlijn. Allee, ja. Ja! Je moet daarmee rekening houden. Yes, bal. Een bal! Oh, tip! Stroobal. Nee, hooibal. Sorry. Heb je Pietje, de... Hoe de fuck raak je raadsteen? Is er maar eens hooibal op staan? Steen, je weet zeker dat je die bal kan komen halen. Nee, je weet dat zeker, hè? Ja? Oh, joh. Dat moet lukken. Dan heb je mijn zaak wel kan helpen staan als ik eerlijk ben. Wat dan? Nou. Moet ik weer terugkeren? Oh, zo. Ik denk dat het wel misschien slim is, maar. Oh! Ja, nee, laat maar. Ik ben nog weer vrijdag terug. Nee, oké. Okay. Ah, ik kom nog even bij Job kijken, want Job heeft 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké, ik heb wel 6, wauw. Job heeft. Oké, één ding weet ik zeker: Pietje wint. Dus feliciteerd, Pietje. Ik heb al 6 punten. Je krijgt geen cadeau. Hoezo niet? Ja, dat is wel onzin. Het is grapje. En dan doe ik gewoon zien wat ik kan doen. Ik ben bijna bij mijn vijfde. Oké. Maar als Pietje de 10 punten heeft, betekent nog niet dat hij heeft gewonnen. Hoezo? Kan ik dan ook nog winnen? Tuurlijk. Hoe dan? Als jij eerder al je balen op de dieplijn hebt staan, als Pietje. Oh, daar heb ik kunnen zijn. Als Pietje eerder zegt van ik heb een 10, maar jij hebt ook even daarna 10, kun jij even nog winnen. Ik ga weer dichter bij de paardenhuis. Ja. En de sneller los is. Dus deze bal nog oprapen. Oké, ik moet wel zeggen, Stijn. Hoeveel heb je een Pietje? Die dingen, op sommige plekken moet je wel heel goed prikken, voor anders glitst je gewoon door de bel heen. Prik. Ja, daar kan het ook niet zo doen. Omdat ze iets te dicht tegen de boomstammen liggen of iets. Ja, ik ben mee, juist steen. Nee, dat is gewoon een normale plek hoor. Moet je gewoon een paar keer steken. Moet je goed voorstaan, ja. Kijk ook goed achter de gebouwtjes. En het is trouwens tijd voor tip 3. Tuintjes. Tuin? Oh nee. Heb je zin tuinen van mensen geleefd? Tuintjes. Krakken niet meer waar. Help. Hé, hey, dat is een goede tip, Stijn. Inderdaad, dat is een heel goede tip. Maar kunnen... Oké. Okay. Alles okay, is bereikbaar. Oké, Stijn. Nee, ik zit niet vast, hè, dat meen je niet. Wel. Nee, ik zit niet vast. Als je echt vast bent, moet je het zeggen, dan kom ik aan. Ik zit niet vast, maar dat is een heel goede tip, Stijn. Maar hoe de geraakte waar ik nu ben in die tuin? Ja, gewoon zoeken naar een omweg. Precies. In welke Stijn ben jij dan? Ik Matthias is Stijn. Oh, Matthias, weet dat al bij mij geweest, hè? Wat hè? Nou, niks, laat maar. Dat je hier al geweest bent? Oké, Pietje, als jij hier al geweest bent, dan heb jij heel slecht gekeken. Oh. Ik heb namelijk hier al 2 balen gevonden. Echt? Oh, ja. Maar dan. Ik snap niet dat jullie niks doen met tip 1, spoorlijn. Zou ik eerst nog mijn baal even terug op mijn dieplijn mogen leggen en dan... Dat mag. Mag ik ook van Almans strowagen balen nee. Laten? Nee. Dat kan niet goed aan naar de dieplader.
Moet één keer proberen. Nee, maar anders had ik er wel iets van die drie ballen. Nou. Die kan ik ook wel gebruiken. Als ik zie dat er één iemand zit te jatten van iemand anders, wordt hij gedisqualificeerd en wordt hij geband van mijn server. Zo snel ben ik niet. En voor duidelijkheid. Ik wil de game een beetje eerlijk doen. Allee, het is een leuk idee, het is een leuk bedachte idee. Pas aan je zoeken in de boerderij, manier. Juist, ja. Ja, weer niet in de bedrijven, maar gewoon in het algemeen van. Hoe moet ik het zeggen? Ik bedoel gewoon in het algemeen, het is een leuk idee voor mijn Pasen te doen, zeg maar. Het is een leuk concept. Voor ik het te doen. Kut. En even nog een vraag, Stijn. De balen liggen niet zomaar tussen de gewassen, hè? Nee, nee, nee. Oké, okay, voor de, ja. Hoeveel heb jij er nou, Pietje? Dat zijn allemaal kleine tips dat ik eigenlijk vraag. Nee, kleine dingen van. Voor als je tussen de gewassen moet gaan zoeken, ja, dat is ook onmogelijk te vinden, zeg maar. Dus. Daarmee dat ik het ook. Ik zal even een kleine tussenstand geven. Hugo die heeft momenteel 4 balen op de deepline liggen, Pietje heeft er 1. En de rest nog steeds 0. Maar Pietje en Hugo zijn allebei nog bezig een nieuwe baan neer te leggen. Hé, Joppe! Niet beuken! Hé, je zag. Ik kan ook niet goed idee. En deze keer komt er geen tip. Maar elke persoon mag een ja-nee vraag stellen. Tenminste, een vraag waar ik alleen ja of nee mag op antwoorden. En ik begin bij Matthias. Waarom begint het bij mij? Waarom begint het bij de opname? Ik begin bij Matthias. Waarom begint het bij mij nogmaals? Ik begin bij Joppe. Joppe, heb jij een ja-nee vraag voor mij? Is het moeilijk? Ja. Hugo, heb je een ja-nee vraag? Mag ik niet even uitstel tot bedenking krijgen? Ja. Nee. Nee, ik bedoel, je mag een vraag. Matthias, ik maak meer vragen. Heb jij een vraag? Het kan je lijken als een Joppe, geblokkeert mij! Dat mag niet! Kom! Wegwezen, hè! Joppe, mag ik jullie vragen? Ligt er nog bij de, ligt er bij de varkensbalen? Daar ben ik net geweest. Maar of iemand ze al heeft gepakt? Ik geef een tip, daar kom ik net vandaan. Matthias? Ja? Heb jij al een vraag? Ja, wil je mij komen helpen? Joppel blokkeert mij. Lig je op de kant? Nee, ik moet komen kijken. Joppel blokkeert mij, ik kan niet meer uit. Hugo, heb jij jou vragen? Wegwezen, Joppel. Ik ga je echt gewoon aan de kant leggen. Ik ga je echt gewoon op de... Omkant, laat een omkant. Nee, ik meen het, hè. Smeerlap. Daarvan is je 1 gevonden. Matthias, jij hebt een eens die nieuwe vraag gesteld. Wacht, wait a second. Ligt het bij. Ja, ligt het bij graanlift in een baal? Joppe, kom met mij te wachten vol. Ik ga je echt gewoon bannen, hè? Ik zweer het. Volgens mij niet, ik weet niet, ik heb niet alles opgeschreven, maar volgens mij ligt daar geen bal meer. Maar ik zal voor kijken. Nee, ik ben nu achter Joppen aan het achtervolgen. Ik wil Joppen aan zijn gezicht halen. Wat? Doei. Ik ga een kutje omhoog. Smerig. Doei, Matthias. Ik ben boos, Joppen. Ik ben boos. Oké, doei. Bij graanlift ligt 1 bal. Ja, maar van Matthias' vraag kunnen wij het ook gebruik maken. Tuurlijk. Tuurlijk dat. Oh. Dat is meer dan ik het vraag. Rectificatie, bij graanlift ligt 1 bal. Nou, jongens, ga zoek maar. Ga vind maar.
Wat is een stummelbijl? Dus dan zoek je geen enkele nut. Ik zal niet stellen waar die is. Maar ja. Als je net op de map hebt gekeken, heb je gezien waar ik een tijdje ben blijven hangen. Op dat plekje. Daar kan ik mat eens aanskeuren. Ik weet al van niet of het de graanlift was. We hebben we weggereden van Joppe. Steneste. Hij ligt niet op een plekje waarvan je denkt van... Oh ja. Kut, waar gaat Joppe? Inderdaad, wat je doet is nu slim. Wat hè? Dit doe je slim. Zoek door. Oh, wauw. Kunnen hier überhaupt door? Yep. Ik ben hier ook doorgekomen. Wauw. Ze mogen uw kar niet stelen zomaar, hè? Jawel. Hey toch, ze mogen de kar niet wegpakken. Nee, kom maar, dan mogen ze echt niet. Allee. Dat mag. Maar er is momenteel niemand dichtbij. Ja, maar ja, ik. Ach, kom, ik ga met mijn kar en al daar naartoe. Maar er is toch niemand dichtbij. Ik zal wel zien als ik vast kom te zitten. Ja. Steen, maar ik wil nog jou niet vragen, staan nog niet. Nee, jij hebt al gevraagd, dus niet. Dat nu al zit. Wajo. Heb je vragen gebruikt, Joepen? Golter. Ja, wat dan moet vragen? Ik wil twee. Mag ik nog twee extra vragen? En dan zei je nee. Stijn? Ja? Ik zit vast. Hoe bedoel je vast? Ik zit vast tussen een huis en een kar. En een baal of wat? Maar waarom ben je nee, met mijn balenkar. Wat is waarom ben je met de kar gaan? Er was niemand in de buurt. Ja, als ze mogen stelen. Je zit niet vast. Als ik hier. Wacht, Stijn, kom mee. Ebbes. Hier naar achter. Hier naar rechts. Rot op je op, echt waar. Oh, je kar staat vast. Ja, mijn kar staat vast. Leuk! Mag ik eens je trekken? Jij mag hem een trekker. Leuk, ik kan hem er weg. Joehoe! Leef je er ook in het bos? Misschien. Dat is een ja. Hij kan het voor niet aankomen. Joppe, come on. Het is niet ruim, moet ik zeggen. Wat hè? Het is hier niet ruim. Nee, ja, sta mee. Oh, nee. Je. Andrijd. Deze is nog wel een puntje van gespart. Gast. Moet achteruit staan, denk ik. En vooruit weer. Ja. Ring maar. Oké, dat is wel stom dat game extension niet in zit. Anders kon ik die balen gaan wegdoen. Namelijk. Voor nu kunnen niet echt achteruit rijden door die baal. Die baan blokkeert uw weg een beetje. Jezus. Wacht, ik ga kijken of ik eruit kan. Heb je het zo verder, Matthias? Tijd mogen nog een vraag. Probeer. Over een halve minuut. Denk alvast na over uw vraag. Ja, ik heb een vraag. Wat? Ja, over een halve minuut mag je hem stellen. Ah, nee, ik krijg nog wel. Moet ik nog een keer zo'n vraag stellen? Als je wil, dan mag je hem ook niet gebruiken. Oh, ik vind het echt irritant eigenlijk. Ik vind de tip veel fijner als ik eerlijk ben. Ja, met een tip kun je met een vraag kun je breder. En gebruik maar voor iedereen. Maar we zitten niet ver in. Ja, oké, ik zit best ver in de game, man. Pietje, hij zei gewonnen al. Hoeveel heb je, Pietje? Pietje, hoeveel punten? Laten we daar maar. Hoeveel punten heb jij? 8. Nee, op dit moment 7, maar ik ben nou een bal terug en breng en dan heb ik er 8. En Hugo? Ik heb er 7. Oh. Wat is 7 voor mij? Alleen ik zal 3 punten. Ik heb 3, maar ik heb 1 baal verkocht per ongeluk. Dat blijkbaar niet gaan meetellen dan. Kijk, Trekkerfun heeft er wel 7. Okay, maar er liggen nog een aantal op zijn kar, dus ja. Nee, ik heb er 6 op mijn dieplader en dan eentje op mijn kar. En ik heb een basic eentje uit een vel als sloten vissen. En die is groen. Die is mooi verstopt, hè?
Boom. Ja. Dat zijn twee punten dus. Ja, oké, okay, trek fun. Dan is het dus zo valt dat Pietje gewonnen is of wat, trek fun. Ja, dat valt van mijn dan heeft trek, ja. Dan heeft trek fun 9 punten namelijk. Dus. Ja, of je moet nou snel naar trek fun rijden. En daar valt dan. Jongens, jullie mogen weer een vraag stellen. Hugo. Nou, ik pas. Hoeveel stroobalen zitten er in het spel? Genoeg. Joppe, die vraag. Mag ik elkaar ombeunen? Nee, doe mijn vraag. Dat was al duidelijk. Stijn, mag ik... Ik heb een vraag. Mag ik Joppe bannen? Ja. Nee. Ja. Verdomme, mij niet heel te bukken en te doen. Nee. Liggen er nog balen op de treinrails bij mij? Dus, als ik mij nu ga blokkeren, Joppe, ik zweet, ik ben nu, hè. Bij de hele baan. Op het bovenste treinrails liggen nog redelijk veel hooibalen. Hooibalen. Maar bovenste treinrails? Dat is een serieuze vraag. Of heb je geen serieuze vraag? Pas je niet? Ik ga even passen. Moet je even concentreren voor die ruiterij. Dat is dom. Joppe, heb jij nog een serieuze vraag? En wat gebeurt er als je 11 punten hebt? Ik heb gewoon gewonnen. En je moet 10. En je wint gelijk. Dat kan de 11 gewonnen of? Dat gaat ook niet gebeuren. Joppe, heb jij nog gevraagd? Niet? En dan nadenken. Je hebt nog 5, 4. Ah, 2, wat deed je vanmiddag? Vanmiddag. Vanavond ga ik kometten. Vanmiddag ga ik denk ik niks meer eten. Ja, het is juist al te ver, 4 uur. Oh, joh. Nee. Mijn koffie staat ondertussen ook koud te worden. Maar... Eén de koffie dan op, Kip. Nee, maar dan moet ik uit de opname. Ja, daar ga ik niet. Zit ik op bovenste trein spel? Ja. Ja. Joppe, men niet echt vanavond komen, je wint Tony. Pietje en Hugo, die zijn dichtbij. Een labyrinth, what the fuck? Dichtbij wat? Nou. Jullie zijn dichtbij. Maar veel plezier, wel. Jongens. Jullie zijn dichtbij. Jullie zijn dichtbij. Meer zeg ik niet. Ja, wat aan je doen hier? Ik ga mijn training niet alleen achterlaten, nu. Ja! Wat wil je me zeggen, Stijn? Ja, voor mij... Joppe, wat heb je? Ik heb er 2 oorbaaltjes. Nee, ik heb maar eentje. Oh, hoeveel punten heb je? Waarom staat hier letterlijk een labyrinth en daar kan je niet in? Weet niet. Wat? Jongens, Joppa heeft de 2 hooibalen gevonden. Hoeveel punten heeft hij? Nu? Elke normaal. 6. Joppa heeft 6. 6. Hoeveel hooibalen zijn er in de game dan? Zonder 2 hooibalen. Joppa hoeft dat echt niet niks neer te leggen, hè? Dat weet je. Ja. Voor slechte tijd. Hoe gaat het met Mathis ondertussen? Pak! Slecht. Pak, dat is... Eén simpel wacht, antwoord slecht. Pietje, flikker op. Opper. Nou. Je gaat het toch niks vinden. Ja jongens, we zijn al een half bezig. Ik zie ook dat mijn webcam niet geselecteerd was. Ik ben aan het opnemen zonder webcam. Oké, ik ga nu op zoek naar een aantal balen en dan ga ik de precieze locatie van vertellen. Hey, Pietje, flikker! Pietje, je mag de wagen niet omdouwen, dus... En wie het dichtbij is, weet ik. Die heeft hem. Ja, daar wordt een baaltje in, even, anders komt die hier niet voorbij, hè, maatje. Je weet, hè? Even niet, hè? Ja, ik had eerst Matthias ook geblokt, dat was ik niet grappig. Oh, kut, maar dat ook niet. Oh, nou vol op de balen kan lakken. Nou, nee, echt niet. Wacht dan.
Mag je iemand de balenkamer afpakken? Dan kan je nou nummer. Als je is losgekoppeld, mag je hem afpakken. Hij is vastgekoppeld. Mag je blokkeren? Ik anders komt hij niet voorbij. Nee, ik lever niks en flikker op. Dan komt hij ook niet voorbij. Dan ga je ook niet verder doen, hè? Weet ik. Ah ja, hè? En dan misschien win ik of Matthias dat wel. Ik zal nummer winnen, verklaar nog maar 3 dus. Ja, dat zegt niks, hè, Matthias. Je hebt ook opeens 2 hooibalen gevonden. Ja. Ja. Ik ga geen hooibaal nummer vinden, hoor. Allee. Hoeveel hooibalen zijn nog in de game? Nee, flink op! Er zijn er totaal 8. Doe niet zo poes. Ze zijn alle 8 al gevonden. Echt niet. Ik kan niet hoor. Ik heb 1. Kijk, Fun heeft er 2, Job heeft er ook 2. Nee, ga weg, Pietje. Doe niet mooi. Hoi. Kom eens een schilderje maken. Is het ding, de tip van de spoortrein of dingen al gedaan nu? Dat weet ik niet. Ik weet niet of ze hinder een bal hebben daar bij Pichano. Hm? Ik weet niet of ze een bal hebben met Hugo. Want Pietje stond daar Hugo te blokkeren. Dus ja. Hey jongens, precies waar ik nu ben, is een bal. Dus het wordt een strijd tussen Matthias, Pietje en Trekker Fun, die het eerst heeft. Oh. Weet je wel. Wat is geen strijd, Stijn. Precies waar ik nu ben, ligt een bal. Ja, maar als ik bij mijn dieplader sta met mijn kar, mogen ze hem dan nog afpakken? Als jij hem hebt afgekoppeld wel. Ouwe, maar dan gaat Pietje dat doen, dat heb ik niet. Als je op je dieplader staat met je kar, dan mag dat niet. Dan? Nee, dan zijn je balen veilig. Dus ik ga mijn balenkaart op de dieplader en dan heb ik gewonnen. Het was dat zijn. Dat zou kunnen. Als jij nu genoeg balen hebt. Stijn, kom eens. Ik ben onderweg. Beetje tempo. Ja, een pizza. Ik ben onderweg, Hugo. Wat was dat? Wat was dat? Dat je hebt nu gewoon iemand eerst afstapelen, hè? Nee, maar mogen ze hem nu nog afjatten? Vast! Nee, vast! Mogen ze mijn balen nu nog jatten? Nee, dan mag je ze wel eens afstapelen. Jongens, ik zou heel snel zijn als je nog wil winnen. Hugo gaat nu zijn balen afstapelen. Nee, maar die mag je nou toch niet meer jatten? Nee, je hebt ze nu veiliggesteld omdat je erop hebt gestaan. Mag ik ze nou nog afpakken? Nee, je mag ze niet meer afpakken, want Hugo heeft al op zijn balenwagen staan, op zijn die blijft staan. Dus maar om te winnen, Pietje. Als Hugo deze balen nu heeft afgestapeld, heeft hij gewonnen. Fuck. Dan voelt hij het aankomen, hè? Ik win. Wacht maar. Die ligt erop. Niet voor 50%. Minder dan 50% ligt hier erop. Oh, jammer, joh. Jammer. Heeft Job nu ook al zijn winst behaald bij? Nee. Nee. Jongens, zoek door, hè. Zoek door. Die ligt erop. Goedgekeurd. Deze hebben we gewonnen. Af. Hugo heeft nu 8 punten veiliggesteld. Als je deze baan nog neerlegt, wint hij. Laat hem nou niet treuzelen, hè? Toch wel. Je mag treuzelen, je mag ook wachten tot Pietje net die baan heeft. En net als je de laatste neerlegt, mag je neerleggen, dat mag. Nee, dat vind ik kut. Maar nu ligt hij. Hij ligt als je hem los hebt. Hugo heeft gewonnen, jongens. Even om draaiend te maken, Stijn. Ik wil jullie graag allemaal terugkomen.
Ja, het zal wel. Ik tap wel. Ja. Ik ga het even naaien maken en deze bal moet erop blijven. Pietje, je mag ze niet ombeuken, want ze zijn al veiliggesteld. Pietje, ombeuk. Je hebt toch al gewonnen, dat maakt er niet uit. Ja, maar deze bal gaan er ook nog blijven, want dat kan. Kijk, Gigi. Mathis, kom je ook nog kijken? Nee, ik ben al aan het zoeken. Nee, maar je hebt toch al gewonnen. Ja, dat maakt niet uit. Pietje! Ik ga ze zoeken. Ik ga nog heen en volgen, ha! Ja, maar het telt er niet meer, ik mag toch wel gaan. En daarom ja, ze maakt er niet, hoor. Mag ik dus er slapen? Ja. We kunnen al je video afsluiten. Ja. Ja, volgende tractor erin. En volgende tractor erin rijden. Ik stop douwe. Joppa, kom je ook deze kant op? Wat? Oh ja, wacht, ben er aan. Kom er niet aan. Tabben. Ah, ja, oké. Okay. Ah, sorry, trek fun, maar ze staan er niet helemaal meer correct op. Ik heb het veiliggesteld. En dan moet je ze niet meer veiliggesteld zeggen dat ze niet meer veiliggesteld zijn. Dus de banen van Hugo zijn bij deze niet meer veilig. Nee, dat maakt je ding. Ah, jammer. Hey, Trekfun, ik dacht dat we iets gingen doen met een schelden. Wat? Met dat alleen maar aan schelden. Ja, inderdaad. Oh, ja, ik vind dat. Maar nee, ik mag gewoon zijn video gaan uitbliepen nu. Ik vind dat een. Kijk, ik vind dat een. Jongen, ik meen het dat Trekfun, ik mag gewoon zijn video gaan uitbliepen omdat hij een heel te schelden hebt. Wat is kom je? Ik heb het zelf niet eens door geschelden. Ja, het is plezant zo. Allee, het is fucking 3 uur werk nu voor mij om voor Hans die een video te gaan uitbliepen. Om daar elk woord te schalen. Matthias, kom. Ik kom af, Stijn. Kijk, joh, al die bal. Je kan ze tellen, het zijn er precies 11. Nou, totaal niet. Dus ligt nog maar eentje officieel op, dus ja. Ja, ik vind dat ik wel 11 punten heb. Ik kan stijgen. Ik vind het van niet makkelijk. Het niet genoeg balen. Ja, echt wel. Ik echt had waar. Niet waar. Niet waar, het niet genoeg balen. Joppe, godverdomme! Matthias, ik had 11. Goed, kom. Zoals jullie zien, Trekfun is gewoon. Jongens, ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken naar deze gloednieuwe livestream. Video. Hopelijk heb je ervan van genoten. Ik weet nog niet wat ik ga doen, of dat ik nog een giveaway ga doen of niet, of dat ik iets ga weggeven of niet. Omdat hij heeft scholden. Wat hè? Ik zou hem niks geven omdat hij alleen maar aan het schelden was. Ik weet het nog niet. Ik weet het echt niet tussen zien verhaal dat ik nog heb. Waar lag die andere hooibaal dan? Ik heb momenteel niet genoeg gehaald, dus... Jongens, ik wil jullie hartstikke bedanken. Hopelijk hebben jullie wel genoten van deze paas special. Ik ga deze video's snel mogelijk proberen te editen en online te horen natuurlijk. Dus, jongens, ik wil iedereen ook bedanken. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. Hopelijk zie ik jou allemaal graag de volgende keer terug. En dan zijn het natuurlijk voor nu. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en het belletje omhoog te klikken. Het belletje aan te klikken, dan krijgen jullie een melding. Volg mij op Twitch, ik heb de 3 volgers nog nodig en dan heb ik 50 volgers. Dus dat is super als zij moest ik dat kunnen halen. Dus jongens, ik zeg voor nu, bye. Bye.